Welkom bij een nieuwe Ups and Down. We hebben een beetje uitgeslapen, Jordi en ik. Want Jordi die wordt de laatste paar nachten ook wakker. Dus hebben we samen even uitgeslapen. Hè? Het is nu 9 uur. Jordi heeft zijn flesje al gehad. En ja. Vind je dat ervan? Maar hallo allemaal. Ik ben vrolijk. Ik doe mama dit het kusjes geven. En ik ben blij. Ja, daar zitten haren aan je oor. Ja. Cookie. Wat doe je allemaal vertellen? Ja? Wil je dat allemaal vertellen? Je moet echt naar de kapper, maat. Je moet echt weer naar de kapper. Dit wordt wel heel lang. Dit wordt wel heel lang. Haha. Wat? Wat ben je aan het doen? Geef mama een kus. Lekker stuk. Je bent een lekker stukkie. Ja, 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 ja. Je bent een lekker stukkie, jij. Boem. Boem. En boem. En boem. En boem. Ik ga nog heel even met Jordi spelen. Gaan we in de box spelen? Ja? We gaan nog heel even samen spelen. En dan gaat Jordi even alleen spelen. En dan gaat mama eventjes wat dingetjes doen hier. Ja. Ja. Kijk, mama, kus. Ik hou van jou. En dan gaan we de dag rustig aan beginnen vandaag. Zo. Gespeeld. Fruitje gegeten. Geknuffeld. Boomba gezien, juf Roos gezien. En nou flesje en dadelijk lekker je bedje in. Jordi, waar ben je toch allemaal mee bezig? Helpen? Goed zo. Dus ja, dadelijk gaat hij lekker slapen. En mama gaat hier ook nog wat dingen doen. Huishoudelijke dingen en zo. Nee, de jongen heeft er vandaag zin in. Het is bekend 3:30 en hij slaapt nog steeds. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat ik hem nog een kwartiertje laat slapen. En dat ik hem dan wakker ga maken. Nou, hier is er eentje wakker hoor. Hier is er eentje wakker. Je bent wakker, hè? Ja, jij hebt lang geslapen. Hé, hey, knappe vent. Ja, je hebt echt lang geslapen. Bij scheetjes aan laten, ja. Lekker scheetjes laten. En boep. Oh, daar is mijn knapper. Ja. Mama heeft je soepje heel warm. Ik ga hem dus heel even zijn soepje geven en alles. En verschonen. Hij heeft echt lang geslapen. Het is 4 uur nu. Ik denk ik laat hem toch maar heel even wakker worden. Het is 4 uur nou. Een kleine slaapkoppie. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd. En ook niet kunnen afsluiten. Ik heb die gastric bypass gehad. En sinds dat ik die heb gehad, nu ik zwanger ben, ik heb dat bij Jordi overigens ook gehad. Dus het is niet gek. Omdat mijn darmen dus zo aan het verschuiven zijn, heb ik daar gewoon last van na het eten. Alleen deze bleef wel heel erg lang hangen. Dus ja, Niels is naar zijn werk. Die de auto moet gekeurd worden van ons. En hij zou nog een paar uurtjes inhalen. Dit in verband met de week dat Jordi opgenomen is geweest. Met die anderhalve week dat Jordi is opgenomen. Doet hij even een uur inhalen. Dan staat hij niet meer in. En Jordi ligt bij ons in bed. Want Jordi wordt 's nachts wakker met buikkrampen. En dan gilt hij het uit. En dat is altijd tussen 4 en half 6 zoiets. Tussen die tijd ergens. Dan komt hij. En dan verschoont Niels hem. Soms ik. Meestal Niels. En dan ja. Als Niels hem even verschoont, dan legt hij maar gewoon bij ons weer in bed. Want ja, het is gewoon gillen. En hij heeft dan ook gewoon echt last. Dus dan kan hij gewoon beter bij ons zijn. Vinden wij. Maar dan moet hij ook wakker worden. Abu, je moet wakker worden. Ja, ik weet dat je niet wakker wil worden. Heel veel achter de schermen oefenen, hè, jongen. Ja. En ik denk dat hij last heeft van tandjes. Ja. Vind jij mooi? Moet je wel een keer omhoog doen, hè? Je gaat weer steeds verder naar voren. Dat is niet de bedoeling. Nee, gewoon recht zitten. Hij zit niet tegen me aan, hoor. Niet dat jullie dat denken. Er zit een randje tussen. Boom. Boom. Ja, vind ik ook. Zoals jullie zien, Niels is thuis ondertussen. We zijn naar de winkel geweest, hebben met Jordi gekroeld en geknuffeld. Jordi is heeft niet zo heel lang geslapen, die is hartstikke chagrijnig. Dus vandaar dat wij hem nou zo even eten geven. Want hij heeft natuurlijk wel zijn eten gewoon nodig. Dus ja. En dan is het uiteindelijk een keer naar bed. En toen was het tijd voor Jordi's flesje. Oh, lekker slapen, mijn lieve schat. Vandaag een drukke dag gehad, hè? En je hebt weinig geslapen. En Skeetje? Nou. Is hij toch schattig, hè, papa? Mm-hmm. Had je hem net moeten horen. Toen was het een en al krijsen. Maar nu is het een schatje. En ik heb het eten van mij en Niels in principe klaar. Ik moet nou nog de oven in. Wij eten pizza. Dat is gewoon zo'n van dat deeg, zeg maar. En er zit dan dat saus bij. En er zitten champignons op, groentes, kip met sweet chili en kaas. Plus mijn pizza. Dus van mij en Niels samen dit. Dus we zijn benieuwd hoe het gaat smaken. Een hele goede morgen. Ja, dit is een lekker happy. Goedemorgen. Ik heb gisteren de vlog niet afgesloten. We waren gewoon te moe. En Jordi die had ook tussendoor wat buikkrampjes nog. En Jordi heeft al een paar dagen flinke luieruitslag. En normaal krijg ik dat weggesmeerd met van alles en nog wat. En nu is het al de vierde dag of zo dat hij zo'n luieruitslag heeft dat het gewoon niet bij te benen is. Dus ik heb gebeld naar de huisartspost, want ik denk dat het een schimmeltje is. En of ze daar even naar willen kijken, want hij heeft natuurlijk al die angst om te zitten en alles. En daar zijn we ook mee bezig. Maar ja, dat moet natuurlijk niet verergerd worden, hè papa? Nee. Dus ja. Papa? Daar moeten we straks heel eventjes heen. Moeten om 12:15 zijn, hè? Want hij zit nu bijvoorbeeld ook al te leunen, zeg maar, dat hij niet zo op zijn kont zit. En ja, dat vinden we zielig. Hé jongen? Ja. Happy. En nou is hij lekker fruithapje aan het eten. Up and down? Ja. Goed zo. Goed gedaan. Lekker ding. Maar goed. Ik ga even het ontbijt hier verder maken voor mij en Niels. En Niels gaat even verder Jordi eten geven. En dan gaan we tegen 12:15. Ja, 12:15 moeten we er zijn. Dus tegen 12:15 gaan we erheen. Nou, wij zijn weer terug van het ziekenhuis. Of ja, huisartspost. Dat is wat ik al dacht. Het was een schimmeltje. Dus we hebben nou zalf. Jordi ligt nou lekker te spelen. Had even een powernapje gedaan. Nou, met die eerste energie weer verspillen. Ja, en dan kan hij lekker even naar bedje toe. Maar ja, hè. We maken het weer mee. Ja, maar goed dat mijn gevoel juist was. Dus ja. Daar zijn we ook weer een ervaring rijker in dan Niels. Ja, dus, Niels is nu lekker een broodje aan het eten. Ik ben even op mijn broodje aan het wachten. Die zit in de oven. En dan ja, ga ik soep maken voor Jordi. En van alles. Dus. Mama probeert Jordi in slaap te wiebelen. En slaapt hij al? Bij papa werkt het altijd. Als mama op die bank zit en papa ligt op deze bank, dan valt hij altijd in slaap van mama. Dus zal het bij Jordi ook wel lukken. Hij is wel in trance, dus ik denk dat het zo goed komt. Vanmiddag heb ik 3 soepen gemaakt. Daarna heb ik gelijk eten gekookt. En Jordi die is tussendoor nog heel eventjes in bed geweest. Na het eten hebben Jordi en ik samen lekker gedoucht. Met zijn schimmelkontje. En nou heeft hij een flesje gehad. En zit hij lekker bij papa. Dan gaat hij zo naar bed. Gaat hij lekker slaapje doen. Hij is al moe, maar hij geeft het niet toe. Het duurde eventjes voordat Jordi in slaap kwam, toch? Ja. Had een paar keer flinke poepluiers nog. Of in ieder geval poging tot. En toen hij eenmaal in slaap was, toen ben ik gaan editen. En nu gaan we naar bed. Welterust. Een hele goede dag. Gisteren heb ik niet kunnen vloggen. Jordi die was gisterochtend om 5 uur al wakker. En het was aan één stuk door schreeuwen, 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 schreeuwen. Hij heeft natuurlijk dat schimmeltje. Daar dacht ik in eerste instantie, hij heeft er echt heel veel last van. Maar hij bleef maar bepaalde kleine poepjes te laten en het was gewoon niet zoals het hoorde te zijn. Dus eigenlijk vanaf zaterdag al dat het aan het rommelen was, maar ja, hè, je weet wat je moet doen en je mocht nog niet spoelen en dus ja, dat hebben we eigenlijk een beetje afgewacht. Maar gistermiddag had hij maar nog niet eens een uurtje slapen en het was alweer gillen, 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 gillen en op een gegeven moment heb ik het Radboud gebeld. Nee, ik had eerst Niels gebeld. Ik zeg tegen Niels, ik zeg, kun je van je werk mij opkomen halen met Jordi en dat ik jou terugbreng? Of kun je mee? Of ik zeg, want dit gaat niet goed. En toen zei hij van, nou oké, dat ga ik regelen. Dus ik heb ondertussen het Radboud gebeld. En ik heb de medisch verpleegkundige, volgens mij is ze medisch verpleegkundige in ieder geval. Ze heeft heel veel ervaring met heersprong, obstipatieklachten. In ieder geval, ze weet er van alles van. Ik heb haar aan de telefoon gekregen en ik zeg tegen haar, ze hoorde Jordi ook huilen, want ik zat zelf ook in tranen. Ik wist het niet meer. Ik had alles al geprobeerd, alles, buikmassages, alles al gedaan. Ik denk, ja, dat kind gilt niet voor niks. En ja, hij heeft die schimmel, maar hij lag al bloot met zijn blote kont en ik kon er niks meer mee. Dus ik zeg tegen haar, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet gewoon echt niet meer. Ik zeg, als ouder zijnde dat je gewoon erbij gaat zitten janken. Dat je het niet meer weet. Nou, toen zegt ze, vertel even vanaf het begin wat er aan de hand is. Nou, ik heb alles uitgelegd. Ik heb verteld hoe en wat. En dat hij, ja, hij at wel goed. Maar ja, het lijkt toch dat hij zijn ontlasting ophoudt. En ik zeg, hij gilt het uit. Als er al poep doorheen moet komen. Ik zeg dus, ja. Ik zeg, ik weet het niet. Ik weet gewoon echt niet. Toen vroeg ze van, wil je dat de huisarts een klisma zet? Toen zei ik van, nou ja, ik zeg alles leuk en aardig. Ik zeg, maar liever niet. Ik zeg niks tegen de huisarts. Ik zeg, maar ja, liever niet. Ja, zegt ze, als je voor 5 uur hier bent, zegt ze, dan kan ik hem spoelen. Anders moet ik het overdragen, zegt ze, maar dat wil ik eigenlijk liever niet, want ik weet wat er aan de hand is. Ik weet wat er aan de hand kan zijn, zegt ze. Ik ken jullie, ik ken Jordi. Dus ik doe het liever eigenlijk toch zelf. Ja, is goed. Dus Niels wordt teruggebeld. Zegt tegen Niels, ja, kom maar. Ja, zegt Niels, dan ga ik mee. Nou, is goed. Nou, wij naar Nijmegen toe, ondertussen jammeren en een beetje in slaap vallen. En dan kreeg je weer een steek of pijn, scheut. Of dan was het weer wakker, janken. Nou, wij lopen het Radboud in en toen kregen we te horen van dat de chirurg ook nog kwam. En toen hebben ze gekeken hoe en wat. En met speciale attributen zijn ze zijn kontje ingegaan om te kijken van of dat er iets met de wond was of net waar. Dus dat was allemaal niet. En toen zijn ze hem gaan spoelen. Wij hebben echt wat dat betreft qua medisch team voor Jordi schatten van mensen. Echt waar. Dat meen ik echt recht uit mijn hart. Als die mensen er niet waren, dan waren wij niet waar we nou waren. Zowel qua operatie als de zorg. En ja, dat is gewoon zo. En de chirurg zei ook van, nee, mama moet even mama zijn. Mama is al heel lang bezig vandaag. Dus nee, mama moet even mama zijn. En gewoon, ja, voor Jordi zijn. En papa moet papa zijn. Moeten er voor Jordi zijn. Ze zegt, wij doen hem spoelen. Dus hun hebben hem gespoeld en ja, er zat gewoon echt obstipatie. En Jordi krijgt al voorlaks en de hele zooi. Dus ja, wat wij nou denken dat er gebeurt en de chirurg en de medische verpleegkundige ook... wij denken dat hij het ophoudt. Dat hij angst heeft en dat hij het niet durft. Of onbewust, bewust. We weten het eigenlijk niet. Maar we denken dat hij het ophoudt. Want na het spoelen hebben we een heel ander kind gekregen weer. Na het spoelen was het weer Jordi. We kwamen thuis en hij kon weer lachen. En hij heeft de fles gehad... hij heeft eerst avondeten gegeten en bla bla bla. Nou, uiteindelijk heeft hij de fles gehad. En hij is gaan slapen. En hij heeft sinds dat hij thuis is... de eerste keer weer een hele nacht doorgeslapen. Gewoon een hele nacht. Wij werden vanochtend ook wakker dat we dachten... Wat? 6:15, 7:30. Oké, hij is net wakker. Prima. Daar zijn we gelukkig mee. Hij is ook heel vrolijk wakker geworden. Hij zat lekker te spelen hier. En ja. Dus we gaan, zoals het er nu uitziet, gaan we weer spoelen. In de zin van, als wij het idee hebben dat het een probleem wordt, gaan we hem spoelen. Kan elke dag zijn, kan om de dag zijn, kan om 2 dagen zijn, kan 1 keer in de week zijn. Het ligt er maar net aan wanneer hij dat nodig heeft. Dat gaan we inschatten, gaan we proberen in te schatten. En waarschijnlijk, want morgen hoor ik daar dus meer van, waarschijnlijk komt er toch nog een opname aan. Waarschijnlijk, heel zeker, waar die botox in zijn anus gespoten krijgt. Niet dat het zijn hele anus lam legt, maar dat het ophouden gewoon wat moeilijker wordt. Want als hij continu zijn ontlasting ophoudt, ja, dan krijg je natuurlijk buikpijn van heb ik jou daar, hè? Dat is gewoon niet meer te doen. Gisteren is ook geen vlog online gekomen. Wat ik ga doen is vandaag de vlog, die zet ik bij de vlog van het weekend neer. Die doe ik morgen uploaden. Dan lopen we in ieder geval weer op schema. Want ja, ik wilde heel graag uploaden, maar dat ging gewoon echt niet. Ik had gewoon mijn aandacht en Niels ook zijn aandacht voor Jordi nodig. En ja, ik ben op de eerste plaats moeder. Maar goed, ja, nu ligt Jordi te slapen en als hij wakker wordt, dan gaan we eens even kijken hoe die wakker wordt. En als hij vrolijk wakker wordt, dan gaan jullie hem hierna zien. Nou, hij is eindelijk wakker hoor. Hij heeft bijna 4 uurtjes geslapen. Hè? Nee, knappe vent. Knappe vent. Oh ja, je bent iets aan het proeven jij. Hè? Hij is aan het proberen te klimmen. Dat moet je doen. Dat moet je proberen. Doe maar pakken. Deze ook pakken. En dan moet je omhoog. En omhoog. Wacht even hoor. En dan moet je klimmen. Nee, vastpakken hier. Klimmen. En omhoog. Pakken. Vastpakken. Goed zo. En deze pakken. Goed zo. Yay! Yay! En nou omhoog. Dat kan jij. Goed zo. Dan moet je goed staan, hè? Zo. Yay! Yay! Ja, goed gedaan! Goed zo! Ja! Niet doen! Zeg maar, ik ben lekker boerenkool aan het eten met worst. Ja, met worst. Ik had boerenkool gekookt. En ja, gewoon boerenkoolstamp en worstje. Wil je nog happen? En hij heeft al, het bord zat helemaal vol. Ram en ramvol. Dus hij heeft echt goed gegeten. Wil je nog? Wil je nog happen, schat? Oké. Okay. Niels die was wat later. Die moet heel even schimmelcrème halen voor Jordi. Nou zit het ook in je vingers. Ja. Laat los. En het zit zelfs hier. Oh. En een smeerpoets. Weet toch weer een smeerpoetsje? Nee, je bent een smeerpoets. Drinken? Nou, daar gaat ook weer van een leien dakje. Kun je ook gewoon normaal zitten om te drinken? Hoi. Nee. Ondertussen is Niels thuisgekomen. Drinken? Nog een slokje? Jordi. Nog een slokje? Papa kus. Die hebben we op camera, schat. Ja. Zeg maar, interesseert mij dan nou? Was gelukt crème halen. Drink je nog? Het lijken veel slokjes dat die, of veel grote slokjes die neemt, maar het zijn echt allemaal kleine mini muizenslokjes. Meer wil die ook niet. Ja, dat waren druppels. Moet je opletten wat je doet, schat. Nee. Oh. Ja, je was toch al vies, hè? Doe daar jou helemaal verschonen. Volgens mij heb je ook alweer gepoept. Zo, het duurde eventjes, maar uiteindelijk hebben we Jordi in slaap gekregen. Niels die heeft hem net nog wat extra fles gegeven, want hij viel in slaap. Om 20:15 of zo, toen heb ik hem in bed gelegd en toen dacht ik, nou, hè, ik kan even gauw mijn nagels doen. En... was dus mee bezig en Niels die lag op de bank en in één keer gaat hij om 11:30 begint hij in één keer te schreeuwen en te huilen. Ik denk dat er scheetjes dwars zaten. Hij laat nu meer scheetjes dan dat hij ooit gedaan heeft, dus een goed teken. En nu heeft Niels met hem geknuffeld en wat rustiger gemaakt. Toen zei ik van, weet je wat, ik maak nog een flesje voor hem. Ik zeg, dat kan het in ieder geval, hè. Nog wel extra vocht en ja, heeft hij gewoon wat extra binnen. Dus dat heeft Niels hem gegeven. Niels is nu douchen en we gaan zo naar bed. Bij deze wil ik de Ups and Down ook afsluiten. Loopt iets anders dan dat de bedoeling was. Maar ja, het zij zo. Wij gaan dus lekker slapen, wel rusten en tot de volgende Ups and Down.